Maar kijk hier, mijn buik is wel echt real. Hoezo zie ik er zwanger uit? Ja. Hallootjes. Zeg eens hallo in de vlog. Uur is uur. Nee, uur maar ze. Is uur. Ja, maar oh, Eva gaat op een paard. Hey. Nou, nu is Fifi's beurt. Fifi. Kom, loop maar. Mama, ik ga het naar de derde geven. Hey. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Zoals jullie weten zijn wij op vakantie. We zijn in Sal, Caverdië, oké. En ja, de kids zijn al naar buiten. Ik dacht ik open de vlog alvast. En ja, ik dacht ik ga jullie meenemen in ieder geval de eerste week. En ja, ik dacht, laat me jullie mijn outfitje even laten zien. Een beetje boho-achtig. En ja, ik heb even een doekje op mijn hoofd gedaan. We gaan nu eerst naar het zwembad en daarna naar het strand. Ik neem jullie gewoon mee. Adam is al naar beneden met de kids. En de rest van mijn familie zit ook al bij het zwembad. Oh, ik moet nog eventjes, denk ik, een beetje sieraden omdoen. Maar goed, ik heb de vlog officieel geopend voor Opsel. Maar ik zeg jullie eerlijk, oh my god, vandaag voel ik me al wel wat veel beter. Maar ik weet niet of je het hoort, maar mijn neus zit nog steeds een klein beetje verstopt. En, maar ja, goed. We gaan dus vandaag naar het zwembad en naar het strand. Maar het strand is echt gelijk hier zo lopen. En ja, voor de rest... Oh, oh my god, een beetje een goede licht staan. Neem ik jullie mee natuurlijk. Dus, oh ja, ik ga dus deze bril opdoen. Laat me dat ook even halen. Als ik een outfit check doe, moet die wel gewoon helemaal... Hoe zeg je dat? Compleet zijn. Ik koop mijn brillen op Shine. 3 euro brillen zijn de beste brillen. Want even serieus. Kijk deze. Dit is al de tweede keer dat ik hem opgekocht. Of derde keer volgens mij zelfs. Op Shine. Ik heb nu een beetje... Nou, even serieus. Hoe leuk is dit? Nice. Nou, in ieder geval, laten we gaan. Want ze wachten op mij beneden. Ik moet de box meenemen naar beneden. We gaan een feestje van maken. En als je mijn familie kent, weet je dat we kapot gezellig zijn. Yeah, boy. Dus ja, man, laten we gaan. Ik spreek jullie zo. Nou, we zijn in het resort, gezellig met de fam. Zeg eens hallo in de vlog. Zeg eens hallo in de vlog. Lana, zeg eens hallo in de vlog. Eva, zeg eens hallo in de vlog. Mijn moeder is er. Hallootjes. Zeg eens hallo in de vlog. Hoi, zeg eens hallo in de vlog. Nou, we zitten dus hier bij het zwembad. De zon is begonnen. Nou ja, doe eens even normaal joh. JD is er. Lekker gezellig. Maar we zitten dus lekker bij het zwembad. Het zonnetje is lekker gaan schijnen. Vanochtend was het nog een beetje bewolkt. Wel benauwd, maar bewolkt. Adam is er. Zeg zo, geniet je een beetje van je vakantie? Sowieso. Oké dan. Nou, het is echt mooi hier. En ja, ik wil eigenlijk ook wel wat gaan eten. Laat maar wat gaan eten, want sinds vanochtend heb ik niks gegeten. Maar kijk eens hoe mooi, jongens. Kijk eens hoe mooi. Kijk zo mooi. Hey y'all! Oh my god, we zijn terug van het zwembad. We hebben gedoucht. We zijn aangekleed. En we gaan nu uit eten met de familie. Dus de meiden die zijn ook al helemaal fresh. Kom, we gaan onze outfit laten zien. Even een outfit check. Because your girl is so sexy today. Wacht even hoor. Even de badkamer dicht, want toch ziet er niet uit. Maar goed, anyways. Ik heb dus een hele oranje sexy jurk met hele sexy schoenen. Ik weet niet of je het goed kan zien. Zo sexy. Oh my god! Wow! Dus ja, nog even een outfit check. Hallo. Nou, Adam. Bam! Proost. Oké, Eva. Of Fifi. Fifi heeft haar outfit helemaal zelf uitgekozen, jongens. En ja, ik ben trots op haar, man. Oh, iemand staat hier al te wachten.
Oké, Emma, draai maar over naar de spiegel. Dan kunnen we jouw jurkje ook zien. Oh, wauw. Ook een mooi jurkje. Dus we gaan naar beneden. Want, of course, iedereen zit al in de lobby op ons te wachten. Dus, I gotta go. Maar ik neem jullie mee, want we gaan lekker uit eten. We weten nog niet waar we gaan eten. Maar het wordt wel leuk. Maar even serieus, is dit de vibe die we zoeken? Zeker weten, man. Want kijk hier. Mijn haar, oh my god. Mijn haar is trouwens gedaan door Slay bij Kiara. Je kan haar vinden op Snapchat. Ik zal het wel eventjes in de dingen zetten. Hier beneden of in de beschrijving ergens. Ja, is goed. Maar we gotta go, want ik werd gebeld en zo. Doei! Nou, we zijn buiten. We hebben een busje waar we met z'n allen in gaan. We wachten nog even op Luke. Luke is te laat. Maar we hebben een zin weer. We gaan lekker chillen. Wat? Wat wil je in de vlog zeggen? Dat je de laatste twee keer was je echt op tijd. Surprise, motherfucker. De laatste twee keer, vriend. Waarom bel jij mensen altijd 20 minuten van tevoren van tijd? Uur is uur. Nee, maar 7 uur. Maar ik moet wel toegeven. Oké, dus luister. Iedereen die Tommy kent, die naar deze vlog kijkt, weet hoe gehaast hij altijd is en ongeduldig is, ja? Dus hij belt iedereen altijd, omdat hij altijd gewoon een half uur eerder klaar is. Dan gaat hij iedereen lopen bellen. Terwijl de mensen die echt hun best doen om op tijd te komen, die gaat hij dan zeg maar bellen. Terwijl je dan net in die dingen zit om gewoon, weet je, dat je gewoon alles aan het doen bent om op tijd te komen. En dan gaat hij je bellen. Vaka, waar ben je? Stop it. Get some help. En dat kost ook allemaal tijd. Terwijl je gewoon dingetjes moet regelen en doen. Maar goed, anyways. We gaan vandaag een leuke avond ervan maken. Ja. Want we gaan gewoon lekker eten. Maar waar we gaan eten weten we nog niet. Oh mijn god, Fifi is zo snel donkerder geworden. Eva is ook echt donkerder geworden. Door de zon. Het is gewoon echt. Ik heb make-up om willen. Hey, doe even normaal. Je ziet kleurverschil zeg maar bij die kids. Weet je, als ze bikini aan hebben door de zon. Dus Fifi die heeft zoiets van, het lijkt wel alsof ik make-up op mijn lichaam heb. Zeg maar de delen die lichter zijn. Maar goed, anyways, ik zie jullie later in de vlog. Nou, we zijn dus ergens komen eten. Het heet Orto di Agua. En kijk eens, gewoon een hele strand hier zo. Zo mooi, oh my god. Ja, hier is het echt zo mooi. Ben je bang voor het water? Waarom? Eva is een beetje bang voor de zee, maar kijk, hierachter is gewoon de zee. Hele gezellige voorgerecht met heel veel licht. I like it. Maar ja, ik ben benieuwd naar het eten. Nou, mijn garnalen zijn gearriveerd. Dus eerst ga ik garnalen eten en de starter. Heerlijk. Oh my god, Eva. De dag is net begonnen, hoor. Ik ben weer zo sexy, hè. Oh my god. Nou, wij komen net beneden. We gaan ontbijten. It's the next day. Ja, ik heb net een vlogje naar mama gestuurd. Papa naar Hey, jou. Zeg jij het dan? Hey, jou. Hey, jou. Goedemorgen. Ik heb die camera mee. Nou, Adam die was al vroeg naar de gym. En ja, dus nu gaan we eventjes lekker ontbijten. De rest van de familie komt ook nu ontbijten. En ja, daarna vandaag gaan we volgens mij, want gisteren hebben we helemaal geen strand, zijn we niet meer naar het strand geweest. Dus dat gaan we vandaag doen. Maar het is zo lekker, zo'n lekker briesje. Ik zeg je eerlijk, tot nu toe, sel. Is echt wel echt zo nice. Oh my god. En we hebben nog zoveel te exploren. Maar ja. Ik ga eten, man. Want ik heb wel honger. Het is nog ook echt hartstikke vroeg. Het is nog 8 uur. Good morning. Good morning, papa. Ja, dus we gaan nu lekker eten. Hey, y'all. Hoe is het? Met ons gaat het hier goed op cel. Nou, as you can see, ben ik een beetje bruin geworden, donkerder geworden. Laat me het zo zeggen, ik was al bruin. Maar donkerder geworden. En I love it. Maar die zon hier is echt zo heftig. Maar goed, we zijn aan het klaarmaken. Want ik heb vandaag een soort van een Barbie outfit aan. En ja, yeah, this is the dress. And these are the shoes. Laat me een beetje inzoomen voor jullie. En Fifi, kom je jouw outfit laten zien? Wat ben je aan het doen? Fifi is al haar ringen aan het pakken.
Kijk, papa, laat me jouw outfit zien. Wauw. Eva, laat me jouw outfit zien. Wauw. Kan je deze omdoen? Ja, mag ik jouw outfit zien? Vief, beetje lachen. Kom op, we zijn op vakantie. Vivi heeft haar camera gepakt, maar tegenwoordig vlogt ze met die andere camera. Dus als jullie aparte Vivi vlogs willen zien, let me know in de comments. Maar wij gaan dus even wat eten bij het restaurant. En ik dacht van, laat me gewoon eventjes een beetje gewoon ja, een beetje optutten. Maar kijk, dus mijn haar, je kan echt zoveel dingen met deze haarstijl. En ik heb al besloten, dit is wel iets wat ik echt vaker ga doen. Maar goed, ja, mijn buik is een beetje opgezet. Ik weet niet wat het is, maar kijk hier. Ik lijk wel gewoon zwanger of zo. Kijk hier. Wie is zwanger? What? Bro, what are you talking about, man? Ik ben niet zwanger. Oh my god. Kijk hier. Ja, dus, maar ja, ik denk gewoon, ik weet niet. Ik weet niet waar het op komt, maar goed. We gaan naar beneden, de rest wacht beneden. Dus we gaan even lekker uit eten naar een restaurant. Dus ik neem jullie weer mee. Oké, Eva, wat zit je zo naar mama te kijken? We hebben net allemaal een dutje gedaan. En net eventjes de haartjes gewassen van de kids. Dus we zijn gewoon helemaal freshie. Dus let's go. Dus Adam en de kids die zijn gewoon al naar beneden gegaan. Ze hebben me gewoon achtergelaten. Oh my god. Dit gebeurt zo vaak. Ik ben altijd, zeg maar. Oh my god, te laat en shit. Maar goed. Oh my god, deze schoenen maken veel geluid. Tja, tja, tja. Ze lopen wel echt heel, heel erg lekker. Ze zijn van de Zara. En ze lopen echt heel erg lekker. Perfect voor vakantie. Wanneer je hoge schoenen aan wilt, want normaal, ik kan helemaal geen hoge schoenen aan, hè. Want mijn voeten die zetten uit, toch? Dus, met deze maakt het niet uit of je voeten opgezet zijn. Je kan toch wel hoge schoenen aan. Ze lopen comfortabel. Alleen ze maken een beetje veel geluid. Maar goed, oh mijn god, hoor je al dat geluid al? Dat zijn onze kinderen allemaal. Oh my god. Nou, we zijn dus in het centrum van Sun, denk ik. Ja, we zijn in het centrum. En hier heb je dus allerlei winkeltjes en tentjes waar je kan eten. Heel gezellig. Hier waren we vanmiddag trouwens ook al, maar ik had mijn camera niet meegenomen. Want mensen, het is zo heet overdag. Kijk, jullie hebben het allemaal naar jullie zin, hè? Menina! Eva, kijk! Eva. Eva, serieus. Mimi. Eva. Mimi. Hey, doe het even rustig jij. Mimi. Oh my god. Nou, het is in ieder geval wel een stuk frisser nu. Het is wel echt met lekkere wind. Je hebt hier wel echt een lekkere wind. Dus ondanks dat het warm is, ja, zo. Nu kan je echt veel beter lopen hier, vooral met die kid. Devony, wat ben je allemaal aan het doen? Nou, de kids hebben geslapen, toch? We hebben vanmiddag eventjes allemaal na het zwembad even lekker geslapen. En dus de kids die hebben helemaal energie voor 10. Dus en ik ook wel, hoor. Ik voel me wel gewoon goed. Alleen nog even wat eten. Dan dingen. Oh mijn god, kijk hoe bruin ik ben geworden. Hoe donker ik ben geworden. Ik zeg altijd hoe bruin ik ben geworden. Maar ik bedoel, ik ben donkerder geworden. Weet je? Dus ja, yeah, I like this melon popping. Kijk, zet hem bij de kinderwagen onder dan. Kijk hier, Piet heeft ook. Oh mijn god, Piet heeft 1000 armbandjes meegenomen, hè? Even serieus. Eva! Pipi, kijk je al je armbandjes en je ringen? Oh mijn god, dit wilden ze dus meenemen. Maar Pipi is ook echt donkerder geworden, man. Oh my god, en dit gewoon in. Serieus, gewoon de eerste dag gewoon al. Het is nu, we zijn hier nu sinds. Even kijken, dit is de. Derde dag dat we hier zijn. En we zijn echt heel erg donkerder geworden gewoon. Echt, die zon is echt sterk, man. Hey,
Hey y'all, it's a new day. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Met mij gaat het goed. Ik zei net nog tegen mijn broers en mijn zussen van... Oh my god, ik voel me echt oprecht goed. Like energetic en alle zeg maar wat erbij hoort. Nou, we hebben vandaag weer een planning. We gaan... ik ga bijna op mijn bek hier. Maar we gaan dus naar het strand. En het is echt heel mooi. Ik wil vandaag ook gewoon even filmen. In het resort dat we zitten, zeg maar, hoe mooi het is, zeg maar, het strand is gewoon echt zo gewoon bij het resort. En ik wil gewoon een hele soort van hoteltour doen. Dus ik ga dat denk ik op mijn TikTok doen. Dus als je me TikTok, als je me nog niet volgt op TikTok, volg me op TikTok. En dus wat we dus vandaag gaan doen is naar het strand. En we gaan op de jetskis. Ik ga zelf niet op de jetskis volgens mij. Maar Adam en de kids in ieder geval wel. Het is vandaag een jetski dag. Dus en of course neem ik jullie weer mee. En laat me jullie eventjes de outfit zien van vandaag. Ja? Oh. Ja, Adam en de kids waren alvast naar beneden gegaan. Tenminste gaan lopen. Ik dacht, ja, ik open de vlog gewoon even rustig. Maar goed, dit is de outfit. Ik heb mijn bikini hieronder aan. En heerlijke crocs. Oh, wacht even hoor. Want eentje heb ik als sandaal aan. Oh my god. Oh my god. Eentje heb ik als sandaal aan en eentje heb ik als slipper aan. Adam heeft ze ook in het zwart. As you can see. Maar ik heb ze dus een beetje in het beige. So comfortable, guys. Maar goed, dus dit is de outfit. Ik heb vandaag een hoedje op gedaan, want de zon die schijnt zo heet. Ik wil vandaag gewoon even een beetje bescherming voor de zon. Ik heb ook de meidenhoedjes op gedaan, maar dat laat ik jullie zo wel even zien. En ik heb hierom dus mijn bikini aan. Dus ik neem jullie mee naar het strand, Santa Maria. Guys, Sal. Als je nog niet op Sal bent geweest, of het heel graag wil weten hoe het is. Echt een aanrader tot nu toe. Maar laten we gaan. Nou mensen, Vivi en Eva zijn er ook. Zeg jullie eens hallo in de vlog. Wat? Oh, je hebt het warm. Oh my god, en de zon is nog niet eens uit. Eva, zeg eens hoi. Eva, wat is er aan de hand? Hoi. Wat is er aan de hand? Nou, in ieder geval, het is nog heel erg bewolkt zoals je kunt zien. Als het aan mij ligt, blijft het gewoon zo. Maar goed, kijk, dit is dus het zwembad. Ja, wacht even. Dit is dus het zwembad en als je daar in dat hoekje loopt, is gelijk het strand. Dus daar gaan we nu naartoe lopen. Ja, dus we lopen nu naar het strand. Even kijken hoor. Kijk, je kan het strand al zien. Zo dichtbij is het. En mama, ja. De honden zijn er aan het zwerven. Wat zeg je? Er waren dus honden. Van die zwerfhonden op het strand. En er was eentje die ze dus moesten hebben. Dus ze kwamen allemaal afrennen op die hond. Dus het was een soort van achtervolging. En die kinderen, die hadden zoiets van, wat de F gebeurt hier? Hé, toch wel, ja. Dus Eva, die praat er nog steeds over. Die honden gingen Daphne gewoon bijna opeten. Nee, ze kwamen rennen richting Daphne. Want ze gingen haar niet bijna opeten. We kwamen langs, ja. We gingen bijna op jeetje. Nou kijk, dit is het strand, jongens. Hey, waar is onze familie? We hadden hier afgesproken, op dit punt hier. Waar is de rest? We zouden toch hier zitten wachten? We zijn weer gewoon zo laat gewoon. Iedereen gewoon weggegaan. Oké, nou we gaan dus in ieder geval nu. Eva, kom lopen. We gaan nu dus. Denk je dat ze er al zijn? Oh my god, heerlijk deze crocs man. Ik zeg je eerlijk. Ik hou van comfort. Ik had al gezegd, ik wil een comfortabele vakantie. Je weet wel, een vakantie met kids is gewoon comfort. En I love comfort. Maar goed, dan lopen we hier eens zo. Ik hoop echt dat het weer zo kan
blijven, man. Ik zeg je eerlijk, hè, die zon hier op Sal, in deze tijd, is het zo heet, jongens. En wij zijn er al ook wel gewoon in het zwembad en zo. Maar ik zeg je eerlijk, het is gewoon echt heet. Dus je moet ook gewoon echt voorzichtig zijn. Ook met die kids die dan heel de tijd in het water zijn. Dus gisteren hadden wij even een pauze genomen. Gingen gewoon lekker dutje doen. Voordat we s'avonds weer weggingen. Nou, je merkt gelijk, je hebt dan meer energie. Blijf ook langer wakker en is het gewoon leuker. Want dan kan je gewoon in de avond nog gewoon dingen ondernemen, weet je. Dus middagdutjes zijn heel erg belangrijk. Als je zeg maar met je kids op vakantie gaat. Nou, we zijn bij het strand, mensen. En... oh mijn god, dat water is zo mooi. Ik zal het zo laten zien. Daar in de verte, bootjes. Amazing. En daar zit een zonresort. Dus het is echt op loopafstand. Dus ik zeg je eerlijk, Hilton. Echt een aanrader, man. Oh god. Gaat het even? Ben je helemaal moe van het lopen? Ja, het zand is een beetje zwaar, hè? Maar we zijn er al, want onze familie die zit al daar. Dus we hebben wel een mooi plekje. Oh my god, kijk daar. En dan daar is het jetski gebeuren. Dus waarschijnlijk gaan ze vanaf hier zo jetskiën, man. Heel gezellig. Kijk dan. Eva die zegt dat het heet. Dus we gaan het zien. De jetskis staan al klaar. Het wordt zo, zo leuk. Kijk het water hoe mooi. Het is gewoon lichtblauw, hè? Ja. Het water is gewoon lichtblauw. Echt mooi. Gewoon met mijn kroks, hoor. Zo, het water is nog wel koud, hoor. Oh my god, ik hou van het water. Ik vind het water ook echt serieus. I love it. Oh, Eva gaat op een paard. Eva, vind je het spannend? Ja, maar we zijn Chinees. Vind je het spannend? Oh ja, pardon. Dan. En dan kan je even haar slippers vasthouden. Nou, dit is dus Eva op een paard. Laat me een foto maken. Spel een drille foto. Zo leuk! Nu in Disney! Wat per een trillo een foto? Zie ik ze? Oh ja, Eva, je moet daar vasthouden. Heel goed vasthouden. Ja, dus je vingers moet je daar doorheen zetten. Kijk, ja, hier goed vasthouden. Je ziet het, en dit mag je niet loslaten, oké? Okay? Heel goed vasthouden, want die paard gaat gewoon hard lopen, oké? Okay? Ik ga nu even een foto van jou maken. Centraloon foto. Kom voor. Ja, kijk dan. Lach eens naar mij. Lach eens naar mij, Eva. Lach eens. Yay. Oké. Okay. Nou, daar gaan Eva en Davina op het paard. Ik loop een stukje mee. Maar Adam, lopen we helemaal mee, of? Zeg, dat we niet te ver gaan. Ja, dat heb ik al gezegd. Maar lopen we een stukje mee? Ja, toch, maar laten we even water lopen. Oh ja. Ja, dat is wel echt heel leuk. Ja. Nou mensen, dit is volgens mij echt zo zen. Want Eva zit zo stilletjes.
gewoon haar ding te doen. Het is gewoon echt heel... Ja, dat is gewoon zand. Oh, een vlieg staat op je been. Die wil ook wel op het paardje rijden, denk ik. Jeetje. Oh my god. Het is wel een lief paardje, hè? Wat zeg je? Bijten. Ja, paarden die hebben ook tanden, dus die moeten toch ook eten? Oh, mensen bijten. Yeah. Ik heb nog nooit gehoord dat mensen door paard... Ik heb nog nooit gehoord dat iemand door een paard gebeten is. Maar ja, hij heeft tanden, dus dat kan. Want mensen die bijten elkaar ook soms. Dus ja, dan kan een paardje ook bijten. Wat zeg je? Pippi's de beurt. Pippi, hoe gaat het daar? Pippi, hoe gaat het daar? Wat zeg je? Niet zo eng, hè? Pippi vond het een beetje eng dat ze toen ze erop ging zitten. Maar nu gaat het hartstikke goed, hè? Zullen we wachten op het andere paard? Kijken. Kijk hoe mooi, mensen. De zand is oud. Adam en Pippi die gaan zo op de jetski. Dus ondertussen ben ik hier gewoon buiten adem. Want ik loop hier content te filmen. Van die kids op paarden. Maar je moet gewoon meelopen, hè. In het zand, hè. Dus ik heb mijn workout voor vandaag al gehad. Maar even serieus. Dat is echt amazing. Kijk hier. Kijk hier gewoon. Zo zo mooi, gewoon zo'n lekker briesje. Life is good, man. Even serieus. Nee, die is echt lief. Oké, okay, zie wat je doet. Vienna, even een vraagje. Hoe vond jij op het paard? Ja, vertel. Wat vond je leuk? Ik dacht al op het paard dat hij zwanger was, want hij had hier al zo'n soort van oogje. What? Bro, what are you talking about, man? Serieus? Wat zag je dan? Baby oogjes? Nee. Maar hoe vond je het dan? Leuk. Wat nog meer? Vond je het spannend? Nee. Nee? Ik vond het eigenlijk wel erg. Ja? Oké, okay, is niet erg. Nee, zo. Maar je hebt het eigenlijk heel goed gedaan. Nee, zo. Ja, ik denk het. Nee. Maar je hebt het heel goed gedaan, hoor. Nou, we gaan zo dus jetski, heb je er zin in? Alright. Hey, hoe vond jij het paardrijden? Mooi. Vond je het mooi? Vond je het leuk? Vond je het leuk? Ja, wat heb je allemaal? Wat vond je het leukste even? Dat ik paard kan rijden. Oh, leuk hoor. Ik ben blij hoor. Nou, Pippi en papa gaan op de jetski. Oh my god. Ja, maar jij gaat niet. Pippi gaat voorzitten. Oké, laat maar foto maken. Mm-hmm.
leuk. Was het leuk? Vivi is zo. Ja? Heb je zelf ook nog gereden, Vivi? Vivi is nog wel steven. Oh my god, ik was de hele tijd te kijken of ik jullie zag aankomen. Maar het was wel leuk dus. Toch, Vivi? Want ik heb nou weer, oké? Okay? Gezellig hoor. Kom, we gaan douchen. Ik heb zoveel zout in mijn mond. Oké, okay, ik zie jullie zo dan wel. Zoveel zout in mijn mond. Jeetje. Nou, we zijn lekker komen eten, even lunchen en ik wil jullie gewoon even laten zien hoe Fifi eruit ziet, jongens. Fifi heeft dus gewoon in het zand gewoon gerold of zo, denk ik. Een bad genomen, ze is vol met zand. Heb jij een zandbad genomen? En we hebben net eten besteld, dus we gaan nu even lekker eten. We zijn nog steeds op het strand. As you can see, zeg maar, daar is dan ons hotel. Dus hierna, na het eten, willen we dan... Oh, laat maar kijken, zo zien jullie mij beter. Na het eten willen we dan eigenlijk naar het zwembad. Even daar even chillen. En dan is het dan weer tijd om een douche te doen met de kids. Maar look at my tan. Nou, ik zie jullie zo weer. Zeevruchten, hun zetten altijd de laatste vis in die mix. Sorry dat ik dat zeg in je filmpje, maar... Anyways, ik heb dus seafood spaghetti en zo. Wat ik lekker ga eten. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. Eet smakelijk iedereen. Hey y'all, het is weer een nieuwe day. Nou, ik heb geen outfit check gedaan. We zitten al beneden in de lobby. En onze lieve Evaatje is er. Zeg eens hoi in de vlog, Eva. Menina. Zeg eens hoi. Menina. Fifi, zeg eens hoi in de vlog. Wat zeg je? Mag ik? Ja, zometeen. Ja, zeg eens hoi in de vlog. Nou, wij zijn al bij het zwembad, zeg maar, hier geweest. Heel eventjes na het eten. Maar we gaan dus nu naar een ander resort waar we kunnen zwemmen. We zijn weer gewoon met de groep. Dus ik neem jullie vandaag weer mee in het resort waar we gaan. Blijkt dat ze daar zwembaden hebben, verschillende zwembaden hebben. Dus we gaan even checken hoe het daar is. En voor de rest, Fifi, kom eens even hier. Kom eens even hier. Hoi Nayeli. Eva, wil je nog iets zeggen in de vlog? Snap je? Nee? Fifi, kom dan. Fifi, kom dan. Wil jij nog iets zeggen in de vlog? Ja. Wat wil je zeggen? Ik ben aan het vervellen. Oh ja, klopt ja. Fifi is aan het vervellen, want ze heeft best wel lang in de zon gezeten. Dus ze is een beetje aan het vervellen. En Adam is er ook. Adam. Yo. Hoi. Bon dia iedereen. Bon dia. Wat zie je er weer mooi uit. Dankjewel. Ja, dus we hebben wel echt zin om te gaan zwemmen. Want vandaag is het al vanaf vroeg, 's ochtends al heet. Maar zoals je ziet, Fifi is aan het vervellen gewoon. Like, even serieus. Het is echt heel snel gegaan. Maar goed, ik neem jullie vandaag weer mee naar het resort. En het resort heet Rio Funana. Dus het schijnt daar heel gezellig te zijn. Dus we gaan het zien. Nou jongens, we zijn er. En ik zie daar al leuke glijbanen en zo. Oh, dit is wel ook echt een mooi resort gewoon. Oh my god. Oh my god. Eva, dat ziet er leuk uit. Kijk die grote glijbaan. Nou, dit wordt een leuke ervaring, jongens. Nou, we kwamen zo stoer naar dit hotel, naar Rio Palace. Echt een mooi hotel, mensen. Maar je kan hier dus niet, zeg maar, betalen. Want soms heb je dat bij hotels, toch? Dan kan je betalen, zodat je gewoon een dagje daar kan zwemmen, zeg maar. Maar hier kan dat dus niet. En nu lopen we weer terug. Het is echt op 600 meter of zo van ons hotel. Van ons resort. En we gaan wel zwemmen, maar we gaan even ergens anders zwemmen. Dus nu lopen we gewoon terug naar ons resort. Maar het was echt, zeg maar, een 600 meter van ons resort. En we gaan gewoon even lekker teruglopen. 600 meter. Dus het wordt gewoon een, even kijken wat we gaan doen. Even een wijziging van planning. Hey joh, nou daar zijn we weer.
We zijn even lekker aan het... We hebben net klaargemaakt, gedoucht alles. We zijn serieus allemaal aan het, ik weet niet of je het ziet, aan het vervellen. Ik op mijn neus, die kids ook in hun gezicht op hun neus. Maar Eva is echt maar, snel gaan. Ja, ik dacht we doen even snel een outfit check met jullie. We gaan uit eten met de familie. Het is tijd om te eten. Vivi, mag ik heel eventjes mijn outfit laten zien? Luister mensen, mijn buik is zo opgezet deze dagen. Ik drink hier alleen maar frisdrank. Check, body, en, body. Nee, maar het lijkt gewoon serieus alsof ik zwanger ben. Tenminste, ik weet niet dat, of ik zwanger ben. Ik ben helemaal niet zwanger, denk ik. Ik ben niet zwanger. Hoezo zie ik er zwanger uit? Ja. Ik ben niet zwanger. Ik ben niet zwanger. Staat ze recht? Wat heeft ze naar buiten dan, Eva? Eten. Ik heb alleen maar eten in mijn buik. Nee, maar dat is jij hebt een broertje! Ja, wat is je baby in broertje. Ik heb geen baby in buik, maar weet je wat een broertje hebt, perfecto. Oh my god, Fifi, even serieus. Nee, maar ik drink dus... Kijk, het lijkt wel zo, daar niet van. Maar ik drink dus de hele tijd frisdrank. Iets wat ik in Nederland dus niet doe. Dus mijn buik is helemaal opgezet. Ik eet hier ook gewoon allemaal veel meer dingen die ik in Nederland niet drink. Niet eet. Bijvoorbeeld echt patat en zo. Hier krijg je bij elke maaltijd ook patat en zo. Bij mij ga ik, mijn buik gaat gelijk drinken? Opzetten. Dus vandaag probeer ik eventjes wat... minder te doen met frisdrank. Maar goed, this is the outfit. Oké. En, oh my god. Oh, wacht even. Vivi, kan je even uit de weg? Ik probeer even mijn outfit te laten zien. Dat was ook al zo. Kijk hier, oh mijn god. Mijn buik is wel echt real. Ben ik zwanger? Nee, ik doe dat wel. Dit is gewoon eten, man. Maar ja, papa, kijk hè. Mogen we jouw outfit zien? Hij is aan het vervullen. Papa heeft een beetje vandaag een match met mama. Een beetje beige, een beetje crème. Met zijn comfortabele crocs, which I like so much. Fifi heeft een jurkje aan. Ze is aan het matchen met Eva. Eva. Wat doe jij daar zo stoer staan, chick? Wat denk jij? Menina. Wat doe je, menina? Oké, let's go, want de rest wacht op ons beneden. Maar we gaan dus uit eten weer. En ja, ik neem jullie weer mee. Vanmiddag heb ik jullie haast niet meegenomen, want we kwamen natuurlijk weer terug naar het zwembad. Toen waren we in het zwembad, we hebben wel opnames gemaakt met onze GoPro gewoon in het water. Wat een mooie duik was dat. Nog een duikje? Nee. Weemer, man. Under the sea, 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 under the sea. Ik ga er niet bij. Under the sea. Eva, kom. Under the sea. Roep je nog wel. Waarom ben je niet erbij? Waarom ben je niet erbij? Ik wil een trucje doen. Wil je een trucje doen? Ja, kom dan. Je hoeft toch niet zo verdrietig te doen. We wouden een groepsknuffel. Dan ga je eind dat zo doen. Niet erg. Kom, doe maar een trucje. Laat maar zien. Wat is jouw trucje? Zeeman man. Ik ben naar haar. Laat maar zien. Oh mijn god, dat is de allermooiste trucje die ik ooit heb gezien. Mag ik een beetje laten zien? Hey guys. Ik zie jullie maar goed of niet? Oh ja, zo is beter. Zo is mooier. Maar luister, dus vandaag weer een nieuwe dag. De rest is al gaan lunchen. Ik ben nog even in het hotel gebleven omdat ik bezig was met de video uploaden. Maar ik ga nu ook zelf de taxi pakken. We gaan ergens lunchen. We hebben gisteren echt een goede tent ontdekt. Waar je zo lekker kan eten. En ze hebben daar ook echt lekkere taarten en zo. Dus daar gaan we vandaag weer heen. En de rest is al daar. Ik ben al wel aangekleed. Laat me jullie proberen een outfit
check te geven. Wel heerlijk als het zo rustig is. Oh, wacht, ik doe het verkeerde. Licht aan. Als het zo rustig is op de hotelkamer. Maar ik heb even snel een kort broekje aangedaan en een t-shirt. Gewoon mijn haar in de staart, want we zaten in eerste instantie gewoon bij... en gewoon natuurlijk mijn slippers. Bij het zwembad. Maar ja, dan moet je gaan lunchen. En we wilden per se daar gaan lunchen. Dus iedereen is al weg. Nu ik nog. Mijn video staat op 73%. Ik houd er niet van om weg te gaan terwijl mijn video nog aan het uploaden is. Want je weet toch met die wifi en zo. En gezeik. Dus in ieder geval. Als het goed is, is die zo klaar. En dan ga ik de taxi pakken. Maar ik neem natuurlijk het restaurant wel mee in de vlog. Want dan mocht je een keer naar Cel komen. Dan weet je dus. Hey, daar moet ik even gaan eten proberen. Want om het in ieder geval te proberen. Want het is wel echt lekker, man. Dus oké. Okay, ik zie jullie zo, ja? Nou, dames en heren. Dit is het restaurant waar ik het over had. Camp. En het heeft ook een leuke buitenterras. Ik zal wel even vanaf de buitenkant even filmen hoor. Kijk, het is echt een heel leuk tentje. Kems heet het, maar ze hebben dus zulke lekkere eten en lekkere taarten. Ze hebben hier... Wacht, ik ga even... Oh, en ze hebben ook een buffet elke dag. Hallo. Maar ik wil jullie even de taarten laten zien. Wat bon die, wat daar? Ja, ze bon. Kijk, hier heb je alle... taarten. Dit is dus cheesecake met bosvruchten die ik vandaag echt ga eten. Gisteren hebben we hier ook gegeten, maar toen zat ik zo vol dat ik geen taart meer kon eten. Maar ik ben vandaag echt teruggekomen. En ze hebben hier dus elke dag ook een lunchbuffet of zo. Had die guy erover, inclusief taart en alles wat erbij hoort voor 8 euro of zo. Maar wij komen nu... Oh, gaan wij ook voor het buffet? Of, nee, gewoon een kaart. Okay. Ja, iedereen kan kiezen eigenlijk, want die buffet is volgens mij tot 3:30 of zo. Maar echt lekker. Ik ga even nog kijken wat ik wil eten. En dan zal ik ook filmen wat ik ga eten. Maar die guys hadden hier gisteren porvo grillado. En het was zo lekker. Het is echt abnormaal. Maar goed, anyways. Ik heb het warm, man. Nou mensen, we zijn net klaar met eten. Het is een drukke boel hier, maar ik wilde dus filmen wat ik zou gaan eten. Kan je even doorlopen alsjeblieft? Ik wilde dus filmen wat ik ging eten. En uiteindelijk ben ik dat gewoon helemaal vergeten gewoon. Ik ben gewoon gelijk begonnen met eten. Maar het eten hier, mensen, als je hierheen komt. Ik heb ook die cheesecake met bosvruchten genomen. Zo lekker als je hierheen komt. Dan moet je echt even naar dit restaurant. Kems heet het, ik had het al laten zien. Ook weet jou, hele aardige mensen ook die hier werken. Dus ja, nou dan weet je dat in ieder geval. Dat je dus, dat dit een hotspot. Frischkinje noem je dat, mag ik even zien, Eva. Dat is eigenlijk ijs in een zakje. Wat in Cabo sowieso gewoon echt al sinds vroeger gewoon een ding is. Zit een lekker smaakje aan en dan kan je het gewoon zo eten. Is het lekker, Eva? Ja? Voor mij is het niet lekker. Vind je het lekker, Pief? Huh? Ik vind het lekker. Vind je het niet lekker? Jullie kennen Fifi, even serieus. Ze zegt gewoon wat ze ervan vindt en ik vind het prima, daar niet van. Maar het ziet er wel lekker uit, ik heb zelf niet gegeten deze. Maar het is een beetje aroma. Ja? Hey y'all. Nou guys, oh my god. Het is vandaag een nieuwe dag. En ik ben net wakker. Wij zijn gisteren namelijk uit geweest naar zo'n leuk feest. Het was zo leuk. We hebben enorm genoten. Maar ja, we zijn natuurlijk gewoon met kids op vakantie. Hoor. Ik ben nog schor. Oh my god. Dus dat betekent ja, gewoon bijna niet slapen. En ja, het was gewoon echt zo gezellig. Zo leuk. En... ja, dus eerst ging Adam een dutje doen. Toen ben ik een dutje gaan doen. Dus hebben we even afgewisseld. Ik kom nu Fifi hier halen bij het zwembad. Want we gaan naar de massage. We zijn nu al een week hier. Dus ik wil gewoon heel graag... ja, ik hou ervan om dan gewoon ook nog een me-time in te plannen, weet je. Want je bent toch wel heel de week gewoon... ja... elke dag van 's ochtends tot 's avonds bezig. Ik ga naar deze spa ook.
is gelijk hier hoor. Dus ik ga Fifi nu halen, want ja, ze hebben dus ook kindermassages. En dat wilden ze ook heel graag. Dus dat is wat we gaan doen. Ik ga jullie vandaag een beetje meenemen. Ik heb vandaag een makkelijk iets aan. Ik ben net wakker, ik voel me wel weer fris en fruitig. Hey Fifi, heb je zin in je massage? Ja. Ik ben aan het vloggen. Wil je hallo zeggen? Hoi. Heb je zin in je massage? Ja. Ja? Oké, dan moeten we zo er naartoe lopen, hè? Want het is al bijna tijd. Dus... Mama, zijn we in als jij een massage wilt toch gaan doen, dan... Hoi. Nee, jij gaat in je eigen kamer. Dus... Het komt goed, het komt goed. Ze gaan niet veel praten, want je hebt gewoon een massage. Fifi maakt het gewoon druk, ik praat geen kabel. Dit, dat, komt goed. Hoi papa. Oké, hier voor jou de kaart. Dan ga ik met Fifi zo alvast richting die kant lopen. Fifi krijgt gewoon een massage, hoe leuk. Nou ja, maar ja, ik neem jullie sowieso mee in hoeverre ik jullie mee kan nemen. In de massage. Tenminste, niet in de massage, maar gewoon in de spa zelf. Eerst gaan we in de sauna. En die vrouw noemde nog een aantal dingen, dus we moesten een half uur van tevoren bezig zijn. Alleen Fifi die gaat wel gelijk masseren, want zij mag niet in de sauna. Maar zij gaat nu gelijk masseren. Voor kinderen is dat niet goed. Dus nou, Eva ligt lekker daar in het badje. Lekker aan het genieten, as you can see. Dus... Ik spreek jullie zo, ja? Oh, wauw. Nou, dit is het. OMG. Om jezelf. Oh, wauw. Oh, zo. Oh, mijn god. Hier ben je ook al douchen. Ja, mooi, hè? Nou, we gaan eventjes omkleden. Nou, dit is dus waar Fifi gemasseerd gaat worden. Kijk hoe zen. Je kan hier gewoon even rustig eventjes een plekje uitkiezen. Maar dan komt die vrouw. Dit is echt mooi. Mooi, hè? Ik weet niet wat het is. Oh, daar ga je volgens mij naar de... Oh, dat is waar we net waren. Kom maar, Vief. Dat is waar we net waren. Mooi. Vivi, wil je wat water drinken? Hier een kleine minibar. Oké. Oh, hier wordt Fifi gemasseerd, mensen. Ik dacht net dat was een wachtruimte. Oh, wauw. Ja. Ja. Oké. Oké, is dat het, ja? Ja. Oké, obrigado. Zo, ik kom net terug van de massage. Oh my god. Dit was zo nodig, maar ook zo wel verdiend. Het was zo lekker, mensen. Oh my god. De tijd gaat echt altijd snel wanneer je een massage hebt gedaan, man. Wanneer je een massage doet. Maar goed, ik heb in ieder geval genoten. Ik voel me ook echt weer opgeladen. It's weer back to the kids, hè? Nou, ik kom van de massage. Eva is net wakker. Hoe voel je je, Eva? Ben je nog moe? Oh mijn god, kijk haar gezicht. Luister, die kinderen leven gewoon hier heel de dag in het water. Heel de dag. Even serieus. Net lekker fruit gegeten. Wel echt veel vliegen hier. Maar goed. Eva moet nog even wakker worden, denk ik. Kijk eens wat een rust, jongens. Kijk eens wat een rust. Wat een rust, zeg. Oh my god. Nou mensen, we zijn klaar. Fifi is echt letterlijk net wakker geworden. Ze was in slaap gevallen op het bed. Maar goed, ik dacht ik doe gelijk even een outfit check. Ik heb vandaag echt comfortabel, want mensen zijn gewoon nog steeds kapot. Je hoort het ook aan mijn stem. Maar goed, we gaan lekker uit eten. Fifi heeft een mooie oranje jurk aan, mag ik zien?
Fifi? Merci. Fifi moet nog wakker worden, mensen. Eva, heb je nou echt mijn tas gepakt? Nee, Fifi's tas. Oh, dat is Fifi's tas. Ik loop dus al dagen met Fifi's tas. Dat ik hem zo leuk vind, maar Eva heeft hem nu gepakt. Eva, mag ik zien wat jij aan hebt? Mag ik zien wat jij aan hebt? Wauw, mooie streepjes hier, hè? Ja, en sandalen. En ook nog mijn tas. Papa heeft een crème outfit. Ik heb gewoon lekker mijn crocs aangedaan, mensen. Want ik zeg je eerlijk, ik moet gewoon even rusten. Maar is dit wel de vibe die we zoeken? Mm-hmm. Ja, dit is wel echt de vibe die ik zocht vandaag, man. Gewoon lekker nonchalant, comfy. Dus, maar ja, wachten jullie op mij. Ja, hè? We zijn eindelijk een beetje kwijt. Dus laten we gewoon gaan. Laten we het niet verpesten. Fifi, je ziet er wel echt heel erg leuk uit, hoor. Ik vind die jurk echt leuk, ook met crocs, hoor. Eerlijk gezegd. Kijk nou, leuk. Lekker comfy. Dat is lekker als je net hebt gedut. Dan wil je gewoon comfy aan. Ik heb sowieso gewoon niet genoeg gedut. Dus ik wil de tijd comfy aan. Mama, kijk naar mijn auto. Waar zie je een salamander? Hier, mama. Een kleine salamander. Oké, lopen dan. Een baby salamander. Een baby. Oh my god. Hij beweegt nog ook. Oh my god. Lopen. Wat zeg je? Een baby salamander. Wat zeg je? Hij gaat zelf weglopen. Mama. Ja. Mama. Ja. Ik ga. Is die salamander zeker een meisje? Ja? Waarom is het zeker een meisje? Hoe weet je dat zo zeker? Hij heeft mij verteld. Heb ik jou verteld? Dat salamander meisjes zijn. Oké. Okay. Dus Eva wil mijn tas niet teruggeven. Nee, dat is Fifi de tas. Ja, is Fifi de tas. Ik weet dat. Jeetje zeg. Maar ik wil hem. Ik draag hem al heel deze vakantie. En nu wil jij hem inpikken. Ja, omdat ik hem nooit gedragen. Oké. Okay. Vind je hem mooi? Ja. Okay. Wat zei je? Paas in mijn liefde. Oh, paars is je lievelingskleur. En roze. Oh, roze. Oké. Okay. Oh. Davina, let's go. Eva, kom maar. Kom maar. Eva, kom maar. Ik heb mama. Nee, niet. Kom maar. Eva wil weer in de kinderwagen snel. Kom. Ik weet het. Kijk hier wat we hebben. Als je vraag aan papa dan even of je bij hem op zijn rug mag. Ja, vraag aan papa of je op zijn rug mag. Kom bij mij. Adam. Eva die zegt dat ze moe is. Ze wil niet lopen denk ik. Eva. Zie je er mooi uit. Hallo. Waar is bijna jarig? Ken, zij is er ook. Wat zie je daar? Een kakkerlak. Oh, een kakkerlak. Zo, was je nog bij mama bij Ocean? Ja, kakkerlak. En dan zeg jij? En dan zeg jij? Vorige keer, Eva. Weet je nog dat je een kakkerlak hebt gezien in je kamer? Heb je dat gezien in je kamer? Ja, ik ga. Nee, hij is al dood. Nee, ik bedoel, laat hem. Oh, ik dacht dat hij dood was. Hij is niet dood. Kom, loop mama, maar. Mama, ik ga hem van vandaag nog even. Hé! Hey. Even serieus, check deze dan. En Fifi die moet daar soort van tegenhouden. Even serieus, dit kind. Nou, mensen, we hebben net lekker gegeten. Dus wij gaan nu richting het hotel. De kids zijn moe. En, nee, kijk, jongens, ik ga jullie even iets vertellen. Kijk, daar heb je Ocean. Dat is onze club. En daar is dus heel gezellig eten en drinken en... En een van de eerste dagen dat we kwamen, gingen we daar zeg maar eten. Wacht, ik laat jullie tegelijkertijd even een beetje van deze gezellige straat zien. Maar daar gingen we dus eten en die kinderen die konden daar gewoon echt lekker dansen en zo. Ze hebben het is heel gezellig, dus live muziek, tenminste een guy die gewoon live zingt zeg maar. En, niet live zingen. En nee, de eerste dag dat wij daar waren. En ze doen daar ook
ze doen daar ook... ja, Vivi, ik kan nu niks doen. We zijn onderweg. Ja, dus we zijn... dus een guy die gewoon live zingt. Een guy die... ook gewoon DJ en zo. Gewoon heel gezellig. Iedereen op de dansvloer. En dat terwijl je aan het eten bent. Zo'n beetje American Dream-achtig, zeg maar. Dat was eigenlijk echt heel leuk. En dus de kids willen daar heel de tijd naartoe als we het erover hebben, weet je. Dus, maar ja. Anyways... Is het lekker? Eva, Vivi, is het lekker je ijs? We hebben nog even snel een ijsje gehaald met de meiden. Eva, is het lekker je ijs? Ja? Die kids zijn kapot. Die kids zijn kapot, maar toch willen ze nog gewoon ijsje eten. Even serieus. Hey, mijn hele stilo is... Nou, wat kijk jij, Tommy? De camera. Ja, dus we gaan nu na het ijsje eten lekker naar huis, lekker slapen, dames. Even gewoon lekker vroeg naar bed. Ja? We slapen niet. Zometeen, mama. We slapen niet. We slapen niet. Kijk, hoofd van Davina. Het was wel lekker in slaap. Zo slaap. Zomaar wakker maken. Ja, inderdaad. Nee, maar we gaan gewoon lekker ijsje eten. En dan gaan we gewoon lekker naar huis. Bro. Mama is ook moe. Adam, ben jij niet moe? Ja? Ben jij niet moe? Adam is Moeman is mijn tweede naam. Moeman. Wat vind je niet lekker? Je ijsje? Ja. Eva, waarom vind je niet lekker?